Hallo allemaal, een hele fijne vrijdag voor mij. En Tommy is er ook weer even bij komen zitten. Hè? Onze Tommy. En dan ga ik het vandaag verder hebben over het boek van Louise Hay, hè? Je kunt je leven helen. En het titeltje waar ik het vandaag graag over zou hebben is dus dat de universele macht ons nooit veroordeelt of bekritiseert. Ik ga het even voorlezen. Zij accepteert ons zoals we onszelf waarderen en weerspiegelt zo in onze levens wat we geloven. Als ik wil geloven dat het leven eenzaam is en dat niemand van me houdt, dan ziet mijn wereld er inderdaad zo uit. Maar als ik bereid ben die overtuiging los te laten en affirmeer, liefde is overal en ik ben liefdevol en geliefd en deze affirmatie blijf doen en haar vaak herhaal, dan wordt dit waar voor mij. Dan komen er liefdevolle mensen in mijn leven en de al aanwezige mensen zijn liever voor mij en ik kan steeds makkelijker liefde geven aan andere mensen. Nee, Tommy? Ah, prachtig, prachtig, prachtig. Wie kan zich daarin vinden, in deze tekst? Wat we uitzenden of wat we voelen, komt terug naar ons. Altijd. Ja. Als jij liefdevolle gedachten hebt over jezelf en ze echt voelt, dan komt er in ruil ook allemaal liefdevolle dingen op jouw pad. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Dus mag ik jullie weer uitdagen vandaag om, ja, om vandaag eens hele liefdevolle gedachten te hebben over jezelf. Om jezelf graag te zien, hè, Tommy. En ja, gewoon gedachten van liefde aan jezelf te geven. En eens te analyseren, hè, welke gedachten jij zoal denkt over jezelf. Hè. En vanaf dat je jezelf daar bewust van bent, dan pas zal je het kunnen gaan veranderen. Hè. Door positievere dingen in de plaats te zetten en te denken. ja, dat is weer een korteke vandaag, maar zoals jullie weten misschien, heb ik het altijd heel druk. En heb ik nog heel veel andere dingen te doen vandaag. Dus voilà, ik hoop dat jullie daarmee al aan de slag gaan kunnen, hè, voor vandaag. Tot de volgende video, dag. Hoortje van Tommy, ciao ciao.